Opeens is de wereld weer levend en mooi en een beetje groener en de robotjes komen tot leven en ik vind het super dope. Yo Nintendo fans, eindelijk weer een Zelda Skyward Sword video. Jullie vragen je af waarom heeft dit zo lang geduurd? Ik was al mijn camerabeelden kwijt bij de laatste 3 afleveringen. Dus in deze video ben ik niet live aan het spelen. Ik ga die 3 afleveringen combineren. Die 3 afleveringen komen allemaal eigenlijk in deze video en ik ga gewoon vertellen over wat er is gebeurd. Want ja, het is toch zonde om te stoppen met deze serie omdat ik geen camerabeelden meer heb. Dus doe je duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je Zelda wil. Willen jullie überhaupt nog Zelda? Aan het eind van de vorige video hadden we de aardetempel gehaald met een sikke baas en kwamen Zelda tegen en die zegt Link en ze komt op me afrennen, maar ze wordt tegengehouden. Ja, ze wordt tegengehouden. Ze mag niet op mij afrennen. U kunt niet naar hem toe, uw excellentie. Denk aan wat we besproken hebben. Richt u op de taak die voor ons ligt. En Link wil ook wel naar Zelda lopen, maar we mogen ook niet. We mogen gewoon... Waarom? We zijn matties. Waarom mogen wij niet naar elkaar toe? En Zelda denkt ook van... Oh ja, nou oké. Okay. Nou ja, dan ga ik maar. Ik moet gaan. Het spijt me, Link. Ja, oké. Okay. Doei Zelda. Stap maar in het licht. En ga er maar vandoor. Link is verbaasd en die wil eigenlijk naar Zelda toe rennen erachteraan. Maar dan... Een boze blik. En hij zegt, waar blijf je zo lang? Ik vraag me af of de godin er wel goed aan heeft gedaan om de hulp van iemand als jij in te roepen. Dus die, ja, deze guy, of is het een vrouw? Ik weet het eigenlijk niet eens. Deze persoon denkt dat wij niet goed genoeg zijn voor de prinses. En als deze tempel al zo moeite heeft gekost, dan betwijfel ik of haar excellentie of jij haar zou kunnen beschermen. En nou, hij gaat er ook vandoor en vraagt of ik boos ben. Natuurlijk ben ik boos, jongen. Ik wil gewoon naar Zelda. Zelda is mijn mattie. En deze persoon zegt, als ik er niet was geweest, was Zelda al lang in de handen van de vijanden. Je bent te laat en zo simpel is het. Te laat en niet in staat om haar te beschermen. Zelda is weer vooruitgestuurd en wij moeten dus achter Zelda aan. Let's go. Ik ga met mijn zwaard omhoog staan en ik maak een beweging wat niet helemaal goed gaat in eerste instantie. Want ik kan ook gewoon daar gaan staan en dan tegen dat ding aanslaan en dan krijgen we weer iets waarmee we verder kunnen. We stoppen ons zwaard weer terug in de schede en daar is Vi. En die heeft een bericht voor ons. Er wordt verteld waar Zelda nu te vinden is. En dat is in de Lanairu-woestijn. Dus dat is waar we nu naartoe gaan. Naar de poort destijds. Dus, ik spring in het gat. Door de lucht, door de wolken. En ik kom aan in de Lanairu woestijn. Althans, het is eerst nog de Lanairu-mijn waar we doorheen moeten om in de woestijn te komen. En dit is best wel een heel leuk stukje. Er liggen hier namelijk allemaal rare 301 standaard modelletjes hier in deze mijn. Maar wat is dit nou precies? Ik ga wat aan de slag met mijn karretjes te duwen en in eerste instantie lukt het niet helemaal, want het is best wel, ja, best wel een dode boel of zo. Ik kan hier nog niet zo heel veel doen. Het is een beetje bruinig allemaal. Ik denk, wat is hier nou gaande? Maar dan staat er in het midden staat een pilaar. En ik denk van, nou, dan hou ik mijn zwaar weer omhoog. En dan ga ik even tegen die pilaar slaan. En kijk wat er gebeurt. Kijk wat er gebeurt. Dan wordt het opeens licht en de pilaar begint te groeien. En opeens is de wereld weer levend en mooi en een beetje groener. En de robotjes komen tot leven. En ik vind het super dope. Ik vind het opeens echt een heel leuk stukje in de game eigenlijk. De mijnkarretjes beginnen te werken. Ik kan aan de slag hier in de mijn. En ja, ik vond dit mooi. Ik vond het een mooi stukje. Kijk, ze beginnen allemaal te lopen en ze doen het weer. En ik begin te praten met één zo'n modelletje. En die vraagt, waar kom jij vandaan? We verzamelen hier chrono kristallen en brengen die naar Lanairu's mijnbouwcentrum. Blijf uit de buurt van de blauwe kristallen. Die zijn heel gevaarlijk voor mensen. Nou, ik heb net een klap gegeven tegen zo'n blauw kristal, dus dat moet ik denk ik juist niet doen. Ik stap in een karretje en ik ga door een deur en dan kom ik ergens uit en dan zie je dan is dat gaat maar tot een bepaalde verte, zeg maar. Het rijkt niet heel de wereld is niet opeens weer levend en goed en mooi en allemachtig wat prachtig. Nee, het houdt op een bepaald punt op. Dus dan moet je op zoek gaan. Ja, ik ben hier een beetje met bommetjes aan het pielen. Ik leg een bom neer naast wat stenen en die bom die ontploft. En ja, kijk, daar is zo'n blauw kristalletje. En ik dacht, nou, laat ik daar dan toch maar even een klapje tegenaan geven. Of in dit geval een bommetje tegenaan gooien. Nou, nee, ik leg een bommetje neer naast een ander steentje, want ik wil natuurlijk alle roepies, want ik ben gierig voor roepies. Ik laat mijn zwaard weer op en ik geef een klap tegen deze kristal. En je ziet dat de andere mooie wereld verdwijnt en er komt een nieuw stuk mooie wereld voor terug. Ik pak een bommetje en die gooi ik dan vervolgens daar in die, ja, net niet erin. Net wel erin. Nee, net niet erin. Ik moet hem in ieder geval wel erin gooien, denk ik. Zo. Ja, de tweede poging gaat wel goed. En dan... Bim!
kijk, en dan kunnen we weer verder. Nice. Op een gegeven moment kom ik aan in een grote... Ja, een grote grot met allemaal soort van kikkermonsters en mooie lichtinvallen. En ik besluit eerst om die kikkermonsters maar eens aan te gaan pakken. Want ik denk dat die het grootste probleem zijn hier in dit stukje. Dus ik pak een bosje en ik leg het bosje weer terug. Ik besluit toch maar een bommetje dan te pakken en het bommetje op zijn bakkers te gooien, zodat het eerste grote kikkermonster kapot gaat. Dan ga ik kijken waar we naartoe moeten, want ja, oh, ik ga bijna kapot door de, lava-zand. Ik heb wat gevechten met planten hier in dit gebied. Die moet je dan goed doormidden snijden en ze eten mij op. Het gaat de hele tijd fout. Sommige planten, dat gaat helemaal niet lekker. En ik denk op een gegeven moment, oh nice, ik ben bij een kistje uitgekomen en dit is de oplossing. Ik maak het kistje open. Ik denk, wat een hype. We kunnen eindelijk verder, want hier zat ik best wel lang vast. En dan zit er een blauwe vogelveer in. Oké dan. Top. Op een gegeven moment heb ik ergens weer een kristalletje aangeslagen. Alleen, je ziet daar rechtsbovenin dat een mijnkarretje er net buiten staat. En ik denk, ja, wat moet ik daar nou aan doen? Dus stond mijn mijnkarretje. Maar ik was even vergeten dat ik dit mijnkarretje natuurlijk ook gewoon zo weer daarin kan trekken. En dan doet hij het wel. Verdorie. En dan kan ik gewoon in dat mijnkarretje gaan zitten. Op naar het volgende stukje. Daar gaan we. En dan gaan we denk ik zo door die deur. 1, 2, 3, yes. En dan komen we nu dan wel aan in de Lanairu-woestijn. En dat zou eigenlijk dan aflevering 14 zijn. In de Lanairu-woestijn lopen hele grote kreefmonsters die je kan verslaan. En vervolgens dan droppen zij hun schildje of zo. Of een slakkenhuis. En daar kan je dan strakjes iets mee. Maar het belangrijkste in deze aflevering is dat ik weer zo'n LV301 standaard model vind. En die bevrijd ik eigenlijk uit zijn kooitje. En hij zegt, als jij er niet was geweest, hadden ze mijn stroom opgezogen. Kijk eens aan, je hebt een kever. Een verouderd model uit Nairu. Om je te bedanken dat je me hebt gered, wil ik die wel voor je verbeteren. En dat is iets wat we heel erg nodig gaan hebben in eigenlijk aflevering 14. Hij gaat aan de slag, hij gaat lekker klussen, dit handige mannetje. En hoppakee, we hebben een grijpschaarkever. Dus ik kan nu mijn kever gewoon in de lucht gooien en die heeft een grijpschaar. En daarmee kan ik dus bijvoorbeeld bommen oppakken. Die bommen die kan ik dan vervolgens ergens neergooien om bijvoorbeeld een weg te creëren. Of om vijanden te verslaan. En dat is super handig, want deze gaan we heel erg nodig hebben. Maar eigenlijk was de Lanairu-woestijn niet per se het allerboeiendste stukje uit deze serie. Op een gegeven moment kom ik dus in een nieuw gebied en dan zijn we bij de tempel destijds. En dit is best wel een heel vet stukje. In dit gebied zijn allemaal mijnkarretjes, maar ook van die kristallen. En je moet hier dus echt puzzeltjes oplossen door de juiste kristal continu aan te zetten, waardoor je weer verder kan met de mijnkarretjes. Ik pak mijn slingshot, mijn katapult, en ik gooi hem dus tegen zo'n kristal aan. Je ziet, ja, de wereld wordt weer een stukje mooier. Het mijnkarretje doet het. Er komt een brug. En op deze manier kunnen we steeds een stukje verder. Er komen ook vijanden die ik gelijk maar even zo hoppakee van de klif afsla. Ook lekker. En dit is dus een gebied waar je ja, allemaal van dit soort puzzeltjes moet oplossen. We komen in het volgende gebied met drijfzand. En Vie zegt, ja, kan bevestigen dat dit drijfzand is. Op mijn map kan ik dan zien waar ik kan lopen en waar ik niet kan lopen. En in dit gebied moeten we volgens mij drie soort van kleine mini kerkertjes, dungeons, grotten even bezoeken om een bepaald mechanisme in werking te zetten. Dus ik loop naar het midden van dit stuk. Ik leg een paar bommetjes neer om wat rotsen te breken. En daar verschijnt weer zo'n blauw kristalletje. Dat blauwe kristalletje geef ik een klap tegen. Een deel van deze wereld komt gelukkig weer tot leven en ook een robotje komt tot leven. En die gaat mij even vertellen wat ik dan hier moet doen en wat dit voor een gekke gedoe is. Terwijl ik nog even twee van die goblins ga lekker naar beneden klap. Nou, als we dan weer teruglopen en even met dit modelletje gaan praten, dan zegt hij, jij staat niet in mijn geheugenbank. Dit is de transistor van Lanairu's mijnbouwcentrum. Tevens benodigd om toegang tot de faciliteit te krijgen. Hij geeft alleen geen sjoegen, omdat je eerst de externe generatoren moet activeren en dan de drie draaischijven op de juiste stand moet zetten. En die drie draaischijven, die zitten dus hier in dat ding links van mij. En het eerste gebiedje vind ik als ik ergens een bom voor een scheur neerleg. En dan opent zich inderdaad een eerste grot. Kijk een beetje om me heen wat ik hier moet doen, want deze puzzeltjes zijn best wel ingewikkeld. En hier heb ik best wel lang over gedaan. Op een gegeven moment loop ik daar het midden van deze ruimte, leg ik een bommetje neer, begin ik te graven om wat hartjes te zoeken. Maar dat bommetje, dat zorgt er dus voor dat hier ook weer zo'n blauw kristal zo'n blauw kristal tevoorschijn komt en daardoor gaat het zand weg en zijn die kreefjes opeens kleine bolletjes. Die kleine bolletjes die gaan ook nog steeds aan door de elektriciteit de hele tijd. Dus het is best wel irritant. Dit was best wel een irritant stukje. Er lopen ook nog vijanden die me onder stroom zetten. Ik probeer ze te slaan, maar het lukt niet echt. Ik probeer ze drie keer te slaan, maar het lukt niet echt. Ik besluit maar gewoon weg te lopen. En vervolgens, top!
toch nog maar even een klap te geven. En gelukkig lukt de genadeslag nu wel een keertje. Dat is ook wel eens fijn. Ik pak zo'n bolletje op en die zet mij dus onder stroom. Vet irritant. Die mannetjes die zetten mij ook onder stroom. Ook vet irritant. Maar gelukkig maak ik ze op een gegeven moment wel gewoon kapot. En je ziet daar dat ik op een soort van platformpie sta. En daar moeten dus deze bolletjes in komen. Dus die kan je dan oppakken en daar neerleggen. Alleen je moet ze dus wel precies in dat gat daar aan het einde neerleggen. En dat had ik in het begin niet door. Dus ik leg zo'n bolletje dan precies in het gat. Althans, ik gooi hem in dat gat. En dan gaat de generator aan. De deur links daarvan gaat open. Super chill. En we kunnen door. Dan staat daar weer zo'n leuk mijnwerkertje. En die zegt, nou ja, probeer zelf maar lekker uit te zoeken hoe dit werkt. Nou, op zich ziet dit er wel uit alsof ik hier tegenaan moet slaan met mijn zwaard. En dan inderdaad een beetje moet gaan draaien naar de goede kant. Dus ik draai naar links en ik druk hem dan als het goed is in. Ja, kijk. En hoppakee. Zo hebben we de eerste generator gefixt. De elektriciteitsgenerator. En je ziet dus op die grote dat grote ding daar in het midden waar we net waren. Zien we een Pikachu donderschok ding verschijnen. En zo hebben we de eerste kerker puzzel grot ding opgelost. Dit was dan ook het einde van aflevering 14. In aflevering 15 ging ik dus op zoek naar de twee laatste grottenpuzzels die we moesten oplossen. En de eerste is een van de gigantisch bouwwerk waar we gewoon in kunnen lopen. En aan de binnenkant zag dit er dan zo uit. En ja, deze leek toch ook weer next level te zijn. Gewoon net even iets moeilijker dan de vorige. Je begeeft je een beetje naar de tweede helft van deze grot. En dan maak je zo'n krap monster kreeft kapot. En je ziet het, dan kan ik dus op zijn huisje gaan staan. En dat huisje, dat sleept me mee naar de achterkant van deze dungeon. Vervolgens pak ik een bommetje. Dit ging niet helemaal lekker, want ik moest eerst gewoon hier staan op dit platform, dan een bommetje pakken. En dan zie je dat uit deze laatste stapel stenen niks komt. Dus ik ga terug. Ik schuif dan een blok naar beneden, zodat ik in ieder geval een shortcut ontgrendel, dat ik niet elke keer op die kreeft daar naartoe moet. Dan hebben we hier een mooie kissie. En in het kissie zit Elden Erts. Geen idee wat ik daarmee moest. Ik pak mijn katapult en ik zorg er dan toch maar voor dat, hoppakee, alle krappies, kreefjes weer klein worden en dat de wereld weer wat mooier wordt. En nu kan ik natuurlijk hier overheen, alleen moet ik daar zo'n elektriciteitsbolletje weer voor meenemen. En dat is nogal een klus. Uiteindelijk steek ik mijn zwaard weer in het gat. Draai ik weer een kwartsnacht naar links. En hoppakee, activeer ik de tweede generator. Dat is de vuurgenerator. Nadat ik al de elektriciteitsgenerator heb geactiveerd. En is er nog maar eentje die we moeten doen. En die laatste is best wel chill, want die zit gewoon buiten. Ik laat mezelf wel ontploffen door een bom van mezelf. Super handig. Maar hier hoeven we geen hele kerker voor te doen. Deze staat gewoon buiten. Weer, hoppakee, je zwaardje erin steken. En dan hebben we ook de watergenerator gefixt. Kijk, en dan zijn alle drie de symbolen compleet. En kunnen we de echte generator aan gaan zetten. Of, nou ja, ze noemen het een transistor. Als ik bij de transistor sta, zegt Fi... Attentie, Meester Link. De symbolen op de transistor komen overeen met die van de generatoren die u heeft geactiveerd. Een relatie daartussen is aannemelijk. Dus we moeten, zeg maar, de symbolen zo gaan draaien dat ze op de juiste plek staan. In dit apparaatje. Dus de elektriciteit moet boven. Het watersymbool moet links. En het vuursymbool moet schuin rechtsonder. Als je ze dan alle drie indrukt. Dan doet de transistor het. Dan heb je het gefixt. Dan gaat het aan. Dan zijn ze hier blij in de Lanayru woestijn. En dan gebeurt er iets magisch, jongens. Het begint allemaal te trillen. En te schudden. En het gaat helemaal los. En daar komt de nieuwe tempel tevoorschijn. De tempel die we dan nu in moeten gaan. Dit was best wel een klusje om deze tempel tevoorschijn te laten komen. Het heeft ongeveer anderhalve aflevering geduurd. Maar het is gelukt. En als je daar naar binnen gaat, dan kom je in Lanayru's mijnbouwcentrum. Ik loop naar een deur. Ik loop door die deur heen. Want ik ben alvast een beetje gaan rondkijken hier in dit mijnbouwcentrum. En daar rechts en links in beeld zie ik een soort van enge nieuwe wezens. Super gekke wezens van wie ik de koppen soort van kapot moet maken, denk ik. Eigenlijk moet ik ze er gewoon afslaan. Het lukt niet helemaal. Hoppakee, nu lukt het wel. En dan is die weg. Ja, dit is een freaky vijand op. Eens, joh. Wat ziek idee. Aan de andere kant staat er nog één. Die maken we ook even kapot. Easy peasy als je hem eenmaal door hebt. Ik loop de deur uit van de eerste kamer en ga naar het volgende gebied. En daar kan ik dan mijn spel opslaan. En dat is waar we gebleven zijn na 3 afleveringen. Dus de volgende video gaan we daar verder. Ik zou zeggen, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En de volgende keer ga ik weer gewoon Zelda spelen. Dan hoop ik dat het goed gaat met alle camera's en opnames. Mazzel!